Een ander heikel punt, migratie, de asielcrisis. Er gaat heel veel geld naartoe. Wat is het? Bijna 9 miljard euro extra. Het aantal asielzoekers wordt verwacht op 70.000. Er zijn 20.000 extra plekken nodig. Ook dat is niet rond. Nee, en ook dat is niet nieuw. En ook dat zagen we aankomen. Want het was niet, vorig jaar was dat exact ook zo het geval. Toen hebben we allemaal gezien asielzoekers die buiten moesten slapen. En toen zeiden ze dat nooit meer. En gedurende het jaar werd het hopelijk nooit meer. Ja. En we gaan alles doen om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. En dan zie je die cijfers over het aantal wat zo enorm gaat toenemen. En dan weet je allemaal dat de kans heel groot is dat het toch weer gaat gebeuren. Ja. Dus dat maakt ook dit. En het is eigenlijk, want we hebben het heet over stikstof en landbouwakkoord. En dat is ook helemaal logisch, want dat is nu het meest heikele punt. Maar als we het in de gangen in Den Haag hebben over waar het kabinet over zou struikelen, dan zou het dit zijn. Ja. Ja. Het is staatssecretaris Van den Burg die moet zien te voorkomen dat in ons land opnieuw asielzoekers in de open lucht moeten slapen. En precies een jaar geleden ging het mis. Het is deze week een jaar geleden dat het wel aan de orde was. 10 op 11 mei vorig jaar. Nu niet. En als ik kijk naar de cijfers die ik nu heb en de analyses die we nu maken, dan gaat het op dit moment goed tot half juni. Dat is over een maand, hè? Dat is over een maand. Dus ik moet ervoor zorgen dat ik half juni opschuif naar half juli. En dan half juli opschuif naar half augustus. Maar u zegt zelf, ik heb of buikpijn of hoofdpijn. Maar pijn heb ik sowieso ergens wel van dit dossier. Maar dat is toch, ik bedoel, u zei zelf, het is pleisters plakken. He, dit opvangbeleid. Het is pleisters plakken totdat ik de spreidingswet heb waarmee we meer capaciteit kunnen creëren als het gaat om de opvang. En totdat we in Europa goede afspraken hebben gemaakt over de instroombeperking. En we met landen van herkomst afspraken hebben gemaakt over terugkeer. Dus het is niet alleen pleisters plakken. Ik zei net aan het begin dat ik net wat meer rust heb gehad dan vorig jaar. Maar voor de rest is het gewoon keihard werken. Ja, het is hoofdpijn en buikpijn dus. En mensen in Nederland die vinden dit natuurlijk ook verschrikkelijk. Die hebben helemaal geen zin dat we weer gaan zien wat we eerder al hebben gezien. Ja, het is inhumaan natuurlijk. En ik begreep dat er vannacht ook mensen als protest daar met tentjes hebben geslapen bij Ter Apel. Onder het mom alles wenst behalve een tent. Ja, jongeren met name. Jongeren, ja. En omdat men verwacht dat ze inderdaad in de zomer, dat er weer mensen... Kijk, en terug... We hebben natuurlijk ook een oorlog in Oekraïne, maar de hele wereld lijkt wel een beetje in de brand te staan. Dus ja, het neemt toe, maar te weinig capaciteit. Ja. Is daar dan niks aan te doen? Want hij praat met burgemeesters, hij praat met gemeenten, hij praat met veiligheidsregio's. Ook weer oeverloos gesprekken, maar uiteindelijk komt hij ook niet tot oplossingen. Nou, hij noemt er net drie. Alleen het probleem is een beetje dat die oplossingen, bijvoorbeeld de spreidingswet, die kan pas ingaan 1 januari volgend jaar. Ja. Dus dat is niet nu een oplossing. Dan heb je praten in Europa, kijken of je deals kunt sluiten. Dat is ook niet morgen een oplossing. Nee. Het is iets waar ook eindeloos over wordt gepraat. En het is natuurlijk iets waar hij wel kan zeggen van dit zijn de oplossingen. Maar vervolgens is er in de coalitie enorm gedoe over hoe dat dan moet. Dus er is constant conflict. Twee partijen staan tegenover de andere twee partijen. CDA, VVD, D66, ChristenUnie. En die kunnen het niet eens worden over hoe. Ja. Dus er komt een plan van het CDA. Dat was gisteren of eergisteren over die A en B-status voor vluchtelingen. Dan heb je dus een ene status is dat je recht hebt op een aantal dingen. En B-status zou zijn dat je op een gegeven moment weer weg moet hebben. Bijvoorbeeld ook geen recht op gezinshereniging. Nou, dat onderscheid willen ze maken. Dat plan komt er. En meteen wordt dat door de ChristenUnie opzij geschoven. En dat gaan we absoluut niet doen. Dus de oplossingen die voorliggen, zorgt meteen voor politiek gedoe. Dus het is voor Van den Burg ook enorm moeilijk. En ik denk dat hij de lastigste positie heeft qua als we kijken naar de bewindspersonen. Mm-hmm. Dus oplossingen zijn er. Het is niet dat die er niet liggen, alleen je moet ze kunnen uitvoeren en je moet het politieke draagvlak en steun hebben. Ja. Grip op migratie, de belofte uit het coalitieakkoord. Het was ook een persoonlijke belofte van premier Mark Rutte als partijleider van de VVD. Een half jaar geleden zei hij dit tegen zijn achterban. Inmiddels zitten we met een migratiestroom die nogmaals 2 tot 3 keer hoger is dan normaal. Die moet substantieel naar beneden. Dat vindt niet alleen de fractie, dat vind ik ook. Dat beschouw ik ook als een opdracht. Daar zullen we als partij aan moeten werken, dat die migratiestroom substantieel wordt teruggebracht. Hier zullen wij de komende maanden als kabinet, als VVD, vreselijk hard aan werken. Ik verzeker u dat. Dat is een persoonlijk commitment wat ik u hier af.
Ja, de komende maanden gaan ze er vreselijk hard aan werken. Dat is nu. Ja. Hoe ver, ik bedoel, hij kan hier niet mee terug naar de VVD natuurlijk. Want hij heeft niet echt iets voor elkaar gekregen nog. Nee, het is verder opgelopen. Dus die immigratiestroom, die werd gezegd dat ze zou worden verder beperkt. Of tegengehouden is meer geworden. Want jij zei net al 70.000. Ja. Dus dat is in ieder geval niet gelukt. Ik weet niet op welke termijn die bedoelde. Maar dit was natuurlijk ook, we kijken hier naar een VVD-congres. En het was de VVD-leider die hier moest laten zien. Ik ga er wat aan doen. Dus alsjeblieft stem voor die spreidingswet. Want het was natuurlijk veel gedoe binnen de VVD over die wet. En binnen zijn eigen fractie, maar ook bij de achterban. Dus dit was ook een manier om te laten zien, maar ik ga er echt wat aan doen. Dus alsjeblieft steun die wet. Maar ontbreekt het dan aan creativiteit? Want ze weten op zich natuurlijk al heel lang dat zij op migratie best wel ver uit elkaar liggen, die verschillende partijen. Dus dat hun gedroomde oplossingen, dat die misschien niet lukken. Dus moet je dan niet, lukt het ze nou niet om een soort middle ground te vinden? Nee, maar gedroomde, dat is, het is een gedwongen huwelijk geweest. Dus ze wisten heel goed dat toen ze met elkaar in zee gingen, na eindeloos formeren van oké, er zijn een aantal issues waar we sowieso lijnrecht tegenover elkaar staan. En dat is migratie. Dus ik denk ook dat ze toch een soort van hoopt dat het allemaal niet heel erg 2015 situatie zou worden, waarin het weer uit de hand zou lopen. Want dan zouden ze er op zich uitkomen. Maar zodra dat gaat escaleren, dan zit je op het probleem. Ja, hoe dan? We komen er niet uit. Ja, en jij zegt net al dat je in de wandelgangen hoort dat dit migratie, dat dit echt het spannende thema is, waarop ze misschien wel uit elkaar vallen. Verwacht je dat dan binnenkort? Nou ja, kijk, we hoorden net Van den Burg bij WNL op zondag zeggen van het half juni. Nou, ik hoop half juli. Maar dan gaan we dus wel richting de zomer, waarin het probleem opeens toch zo groot zou kunnen zijn dat de opvang, nou, we hebben het allemaal vorige zomer gezien. Als dat erger wordt dan vorige zomer, dan is dat denk ik wel een kabinetscrisis in wording. Dus dat, ja, dat zou het zomaar kunnen zijn. Het kan ook opeens toch weer. Ik bedoel, we hebben het kabinet langs allerlei dingen zien varen en toch net goed gaan. Dus dat kan ook. Ik durf dat nu niet te voorspellen, maar een kabinetscrisis, ik zou het kunnen zijn als het gaat over asiel en opvang deze zomer,